Nog één. Vergeer binnenbaan en Michael Hatschief, de allround atleet uit Oostenrijk in de buitenbaan. En hij neemt de tijd ervoor voor zijn veters. Dat moet goed zitten, dat moet prettig aanvoelen nu. Is hij sterk genoeg? Geestelijk. Hier is Hatschief. Belangrijk moment in dit wereldkampioenschap. Dat is vervelend. Hatschief krijgt hem, maar er zat een hele kleine schijnbeweging bij Vergeer in. Als je heel sterk bent, dan kan je dat doen. Dan kan je met een tegenstander proberen te spelen. Schenk deed dat ook bij Blatchford in 72 in Sapporo. En ging toen op zijn muil. Tweede start. Het hing erom, het hing erom. Maar het is goed. Vergeer is weg. Katachtig op die 100 meter af. Opening Hein Vergeer 10-22. 10-22. Daar waar Wokjev 10-33 had, maar die trok toen keihard door op die kruising. En schaatsen een prachtige laatste bocht. Laag zittend Vergeer. In cadans, hou hem in cadans. Goed. Goed. En nu versnellen. Doortrekken. 37-99 voor Wokjev. Dat staat in zijn hoofd vast. Vergeer zit in de 38-04. 38-04. 500ste van een seconde verschil met de Rus. Dat mag dan tegenvallend zijn. Het opent alleen maar de ideeën van ons allemaal nog meer dat dit een geweldig toernooi wordt. Waar niet meteen via 3 ritoverwinningen een man kampioen kan worden. Of Wokjev moet dat in het hoofd hebben. Vergeer verliest 500ste van een seconde verschil met Wokjev. 38-90 was dat de juiste tijd van Hatschief? Ja, dat is natuurlijk voor hem is dat een fantastische tijd. Hè? Een nieuw record. Die bijna spreekwoordelijk boven de 40 en zelfs tegen de 41 aanrijdt dit seizoen.